100 dagen heeft u net zoals alle andere ministers rondgetrokken door het land. Ja. We zagen u ook op het Oerolfestival. Ja, fantastisch. Met een mooie foto op die stoel. Okay. Zien we ook nog even in beeld. Wat was het hoogtepunt, die afgelopen 100 dagen van voorstellingen, cultuur, kunst, wat u gezien heeft? Nou, daar vond ik denk ik... Reina Maria op het Oerolfestival vond ik wel prachtig. Dat was een toneelstuk wat eigenlijk te verwerken was van het werk van Rilke. Door De Warme Winkel heette dat gezelschap. Locatie, theater helemaal gemaakt om daar in die schuur gedaan te worden op Terschelling. Ja, fantastisch.